ik ben vandaag de Witch Imposter. Dat betekent dat als ik lang genoeg naast iemand stil kan staan, of in ieder geval in de buurt van iemand kan bewegen, kan ik iemand een spel geven. En dat betekent dat hij na de stemronde sterft. Tenzij ik eruit wil stemmen. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want ik ben de beste Witch Imposter en ze gaan er nooit achter komen. Toch? Veel plezier met kijken. Je rolls witch. Oké, ik ben benieuwd of ik een beetje kan witchen, zeg maar. Nou het zo'n helle chaotisch is. Zeg maar, de spelcast, de castingtijd is volgens mij echt veel te lang. Volgens mij heb ik Sebastian juist gecast. Dat is insane. Ging het zo makkelijk, ja? Ik weet niet of dat... Ging het echt zo makkelijk? I mean, sure. Gewoon lekker early game, want er liepen echt te veel mensen daar. Dat ging echt veel te makkelijk. Oké, iedereen zit op labs. Ik kan wel even naar labs lopen. Ik heb Sebastian nu gewitcht. Ja, je moet dus een spel casten, maar je moet dus in de buurt blijven van iemand. Terwijl je dus die spel cast. Oké, laat ze eens uit. Oh, Duncan. Duncan kan ik niet spellen nu. Linktijger. Lights is nog steeds uit. Boom, 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 boom. Hallo. Tomjanneke. Hoi. Body. Hoi. Ik vond een body van... ongelooflijk. Not place. Ja, ik vond een body van Dropka links onderin. Het is toch ook weer ongelooflijk. Wie zat er op cams trouwens? Ik zat net op cams. Ik zag daar het lichaam liggen inderdaad. Rens, zat jij ja, die clusterfuck aan het begin of niet? Ja, want ik dacht, oh, misschien gaat degene die op cams zit nu... Oh. Nee, althans, links ja, onderin. Ik heb er heel even gestaan, maar ik weet niet of de cooldown toen al... Ja, de cooldown gaat van natuurlijk bij de vanaf allereerste... Vanaf het begin is het heel kort. Ja. Yeah. Nou, kan het heel veel mensen zijn geweest. Behalve ik, want ik was niet bij je. Ik was het ook niet. Ik was het ook niet. Ik was op het begin lekker aan het knuffelen met Link. Oh, dat is wel geweldig. Oh, een klein beetje. Maar, sorry, laten we even Tobias pakken dan. What happened? Nou, ik vond hem links onderin. Maar de lights waren uit, dus ik had een beetje moeite met de report button vinden. Ja, ik liep langs Link, volgens mij in Spicy Man Room. En ik heb volgens mij ook Duncan of Don gezien. Ik kon niet zo goed zien aan de kleur. Kan ook Rudy zijn geweest. Ik ben Spicy Man in. Oh, dan was dat Duncan. Oké, dan heb ik Duncan en Link gezien in Spicy Man Room. Spicy Man Room. Wow. Ja. Dus, ja, maar daar wil ik mee zeggen, zeg maar, die waren dus niet echt in de buurt van linksonder. Ik was met Ashley Dead op scan. Storage. Ik ben net naar storage gegaan, dat kan Joost ook als het goed is. Ja, we gingen van de dropship af en toen ging ik storage in. Ja, ja maar iedereen liep daar, Ryan. Ja, Oké, we gaan het liegen. Nee. Waar was je op het laatst, Ryan? Ik was die task aan het doen dat je benzine moet doen. Dus eerst ging ik in storage, daarna terug naar het schip, weer naar storage. Toen dacht ik, holy f***, die lichten duren lang. Ik ga meer lichten fixen. En toen heb ik de lichten gefixt. En nee, nog net niet. Ik liep erheen. Dus je begon met benzine. Klopt. Arsonist. Oh, nee! Oh! Nee. Slachtoffer in het midden. Ja. Oftewel, was Kimmy, wilt hij iemand aanwijzen? Ik ben een office, trouwens. Hey, er blijven er een paar over. Als Joost, Link, Duncan dan niet waren. Ryan en Puck heb ik op cam gezien, dus die waren het ook niet. Wat, waarom? Dan blijft Don, Bacon, Gary en... Ik was met Don, Bacon, Gary? Die blijven over. Dit is ziek, gewoon mijn naam wordt benoemd. Don, dat is letterlijk de vorige game hoe jij mij had gewonnen. Gewoon jullie stemrecht moeten heel gauw voor inleveren. Dat is letterlijk hoe Don de vorige game bijna won. Door gewoon te schreeuwen. Oké, laten we naar lights lopen. Oh, ik moet nog steeds wel mijn spellcast helemaal afwachten. Oké, dus ik moet die 60 seconden nog afwachten voordat ik zeg maar iets kan doen. I mean, that's fine. Ik ga wel kijken hoeveel ik kan witchen, dat vind ik wel leuk. Ga nou weg, Bacon. Bacon, ga nou weg, ik kan niet langs. Ik vind het zo eng. Ik zit echt te doen alsof iedereen besmettelijk is. Ik vind het echt hilarisch. Oké. Dan heb ik nog eentje in weapons. Oké, die spellcast die is nog wel redelijk... duurt nog wel eventjes. Oké, weapons. Die kan ik even... Koms uitzetten of zo voor de funsies. I mean, it doesn't really matter to be honest. Oh. Oké. Twee! Yo, noem mij weer even in de laatste seconde. Stemmen er dan wel uit. Dom? Dat is dom. Dat is dom. Bacon viel letterlijk naast me neer. Er was sowieso geen kill gemaakt. Dus hij was sheriff. Was dat zeg maar in O2 beneden? Nee. Oh, never mind. Hij staat er maar bij de deur voor electrical. Dat buitenhokje. Oh, hij was omhoog gelopen daarna. Interessant. Ja, hij stond naast me en hij viel dood neer. Ik denk, huh? Dus ik kijk, er is niemand in de buurt, deuren dicht. Dus ik denk dat hij me heeft geprobeerd te shanken. Sheriff Misfire. Of... Okay. Ja. Dus daarmee is Duncan een soort van confirmed crewmate. Dan is het Don toch? Ja, man. Grapje. Nee, maar ik was met Link. Was ik en met Puck bij. Ja, waarom ligt hij hier helemaal alleen achter in de douche? Ja, dat was gewoon grappig. Ja. Nou, echt stuk. Ik voelde me echt in de steek gelaten. Dus ja, Don.
Ik begrijp de misfire omdat ik lights niet kon fixen. Ik kon er niet mee interacten. Dat is heel raar. Ik probeer het te fixen. Twee guys dood. Nee, maar... Ja, daar was nog iemand dood inderdaad, Don. Ja, consoles gesaboteerd. Ryan. Ja, Ryan en Bacon zijn neer. Ja. Ja. Heeft iemand Ryan gezien deze game? Ja, nee, maar... Nee, ik heb Ryan we kunnen wel een beetje excluden, want Puck, Link en Awesome Dead waren bij elkaar rechtsboven. Ja. 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 Duncan heeft gereport. Duncan zei dat hij van... Of Joost en Duncan hebben elkaar ook gezien. Dus ja. Ik denk dat Joost achterbleef. Ja, Duncan beviel iemand dood neer. Dan zijn er nog gewoon een paar anomalies. En dat zijn? Anomalies. Rudy, Don en Gary Miller volgens mij. Ik weet alleen niet waar Ryan ligt, dus dat is al lastig. Duncan, wacht, zei de naam Don? Dan vanuitgaan dat Duncan... Duncan kan ook een beetje jokkenbokker zijn. Doen. Ik heb Don gezien in Koms. Ja, ik ging Koms in en gelijk uit toen jij er kwam. Want ik ben bang voor arsonist en witch. Jij ging meteen weg inderdaad. Ja, het scheelt er niet rekening houden met arsonists eigenlijk. Ja, dat moet je dus doen, dat is een counter. Yep. Gary, arsonist, Don, is gewoon Don. Ik ga voor Don. Oh, nee. Yo, ik hoor Don zijn naam. Ik heb niet gestemd op Don. Ik vind dit sneu. Maar ik kan het is wel sneu zijn. Als je het daadwerkelijk ook doet. Hij had twee stemmen. Nee, Don kreeg twee stemmen. Ik wil een nulstem hoor. Heel eng. Eng nekken. VVD-stemmers hier. Nou. We gaan niet de politiek betrekken hoor. Je hebt het goed gemaakt hoor. Dit is een quoteje. Ik wil niet gedoust worden. Ik vind het heel eng. Iedereen zit hier ook op elkaar. Kijk naar hoe na dat is. Iedereen stond daar op elkaar. I mean, ik heb nog steeds dik 50 seconden om te cooldownen, maar... Okay, ik weet niet of ik Gary Miller en ik of een dubbelkilletje kunnen poelen. Dat is een beetje lastig. Het is een beetje lastig om met al deze mods zeg maar een dubbelkill te poelen. Oké, dit vind ik ook eng. Doe even lights out. Oké, dat is wel een redelijk safe kill. Hoop ik. Ik hoop niet dat Duncan hem ziet. Als Duncan hem ziet, ben ik fucked. Als Duncan hem ziet, ben ik fucked. Oké, er zijn twee mensen dood op camps. Ik ga wel gewoon even putten. Oh. Gary. Oef. Gary. Nu moeten we wel stemmen. Ja. Oké, dus ik liep vanuit Office, zeg maar die hard monitor. Ik heb de hard monitor niet gecheckt, maar ik liep Laboratory in, want ik had daar nog tasks. Joost liep Laboratory uit. Ja. En Duncan kwam vanuit de douches uit Laboratory. Dus daar lag ook een like. Hoe heet het? Bij de MedScan lag... hoe heet die? Awesome Dad. Link is ook in Laboratory ook nog, geweest. Ja, ik passeerde inderdaad... Nou, ik heb Link, weet ik niet of het Link dat was... Maar ik passeerde nog iemand anders in Laboratory voordat ik eruit liep. Ja, toen het licht uit was, liep ik langs drie mensen. En bij het einde liep ik nog Puck tegemoet en daar liep ik mee. Weet je nog wie, Link? Nog langs Duncan. Duncan liep er daadwerkelijk nog echt in. Wie is in Spaceman? Weet je nog wie, Link? Wat wie er als laatste inliep? Ja, wie je tegemoet liep. Die drie mensen, de laatste persoon die ik tegenkwam was Puck. En toen ging ik samen met Puck eruit en toen ging Duncan nog in labs. Ja, klopt. En Joost zat ook ergens in dit geval. Ja, ik was in labs. Ik heb iemand zien passeren. Ik heb toen mijn task gedaan, heb toen Duncan gezien, ben toen naar buiten gelopen, heb toen Don gezien. Ik stond nog eventjes op Vitals te kijken. Daar zag ik inderdaad dat er twee mensen dood waren. En toen heeft Don echt vrijwel daarna gereport. Oké, maar wie is er niet in labs geweest dus? Ik niet. Alleen Rudy niet. Okay, dus kunnen we Rudy voor deze excluden, toch? Ja. Voor mijn duidelijkheid, er waren twee lichamen in labs. Nee, ja, weet ik niet, Don. Waren twee lichamen in labs? Eén, heb ik er gezien. Okay. Nee, eentje, dat... ja. Nou ja, we hebben... Het dan, Duncan, wij hebben gewoon heel labs doorgelopen. Dus ik denk, dan hadden wij ook een ander lichaam moeten zien. Nou ja, ik vroeg aan Link wie die had gezien. Omdat het als goed is de lampen uit waren in die tijd. Dus dat is een beetje mijn zus. Ja, ik vroeg het omdat als er een tweede lijk lag, dan had ik jou gesust, Joost. Want volgens mij zag ik jou als laatst. Maar als Joost, die er niet ligt, maar dus, we wel. Dan kan het iemand anders zijn. Joost en Duncan, hebben jullie zus op Link? Niet per se. Het kan hoor, het kan een drive-by zijn geweest. Hij lag hysterisch achter me aangelopen. Wacht, Don, lag je op MedScan? Met een reden of zo? Nee, onder MedScan. Wie stemmen we, jongens? Daar ben ik niet geweest. Ik ben niet verder geweest dan dat. Ik weet het niet. Wie stemmen we? Je hebt een van de Swapper dan je wil. Oké. De Swapper is... Ja, maar met zes man en twee imposters eventueel, you know. Dat is wel een kritieke vote hier. Of er moet al een imposter uit zijn. Ja, weet je wel, dubbel killen dan. Laat ik Don vooral niet killen. Rudy staat een beetje aan mijn kant. Link moet ik ook niet killen. Ik moet even een beetje in de gaten houden wat ik precies wil doen. Ik weet niet zo goed. En die spelkast, echt, ik vind het zo... Zeg maar, witch spelen is gewoon niet leuk. Ik moet zo ongelooflijk lang wachten op die spel cooldown. Het is insane. 45 seconden. Het is niet leuk ook. Oké. Probeer niemand te geven. Echt die timing. Oeh. Welke timing? Ja. Ja, wat willen we doen? Cool. Ja, Link, vertel. Nou ja, er zijn waarschijnlijk nog twee killers over.
Dus ik dacht, ik ga op een knop drukken, last second. Voordat we doodgaan dadelijk. Ja, goeie. Sorry dat ik mijn best probeer te doen hier. Maar ik merkte dat de sus lag op Duncan en Link. Niet op Joost, niet op Puck. Jawel, Duncan heeft Puck gestemd, dat zie ik. Duncan die foto wel op mij. Ja, ik ben vastberaden in mijn vote. Okay. Er waren twee stemmen op Duncan, of twee Puck. Stemmen op Link. Ja, Puck, je bent nu een beetje aan het verdedigen. Dat snap ik niet waarom je verdedigt. Lawyer. Ja, stop eens. Oh, ik stop wel even. Ik praat niet. Even? Ik heb nog van niemand lawyer vibes eigenlijk. Ik ook niet. Misschien is die gekilled of eruit of whatever. Ja, kan. Dan wordt hij te... Maar... Wacht, als ja, kan het een self-deport zijn net ook nog? Maybe. Ik weet het niet. Van net, dat ja. Duncan bij Electrical bedoelde. Ja. Nee, de vorige ronde is van jou dan, zeg maar. Sorry dan. Oh, ja, dat zou kunnen. Het is wel, het zou kunnen, want Duncan was nog wel in labs. Dus misschien dat hij dat deed om te voorkomen dat Duncan Don zou sussen. Maar het is wel heel risky. Ja, maar Duncan die sust ook mij gelijk. Het is echt te risky. Maar niemand... De enige reden waarom ik pus sus... Ik denk dat het is. Pus, dankjewel. Ik heb de enige reden waarom ik pus sus is omdat hij heel hysterisch achter me aanlopen was in die ronde met labs. En ik heb hem niks zien doen. Ja, maar dan nog. Je zou een test moeten doen, want ik heb al mijn test al klaar en we zijn nog maar halverwege. Ja, niemand doet echt test. De ghosts zijn sowieso niet aan het testen. Ah. Ik ga kijken als hoeveel tests ik straks een 2 van de 9, ik breek toetsenborden, hè? Sorry, ik doe 1 van de 9. Gaan we er nu vanuit dat er geen 2 imposters zijn dan? Ja, het zou ook ik vind het wel heel een jackal kunnen zijn, hè? Ja, maar waarom zou een imposter dood zijn? Dan heeft een jackal toevallig dat gekillt en dan vertrouwen we nu op, toch? Ja, oké, dat is echt een te kleine kans. Maar mensen wel... Maar ik vind het lastig dat van jullie. Gewitcht in de van jullie 4 of 5 wordt er niemand echt uitgesloten. Dat is zo kut. Maar het is wel de eerste keer dat niemand op elkaar zit. Dat is fijn. Maar... Ja, ik vind het nog te lastig. Ja, we zijn met 6. Oh, dikke pet swap. Oh, de swap. Het was leuk jullie gekend te hebben. Oh. You, thanks. Swapper, dit is een swappen. Maar dan zit er dus ook nog een major in, waarschijnlijk. Major? Nee, er waren 6 foto's. Oké. Okay. Oh. Het wordt nu heel moeilijk voor mij om nog iets te kunnen doen. Het wordt echt heel moeilijk. En die fucking spel cooldown. 64 seconden. De game gaat niet 64 seconden duren. Dat is niet meer wat het gaat zijn. Never ever. 2, 3, 4. Het gaat hem echt niet meer worden. Oh, Puck is er ook bij. 38 seconden. I don't know, man. Dit is echt te lang. Zeg maar, de witch... om nog te kunnen witchen is echt niet te doen ook. Ik weet ook niet of de arsonist er nog in zit. Ik weet ook niet waar de laatste guy is. Wat gebeurt er hier ook? Tegen draads lopen. Oké, maybe. Misschien dat ze me de 20 seconden gunnen. Dan kan ik gewoon een witchpool doen. Maar het is... dan is het... Ja, 1 op 4. 1 op 4. Dan moet ik wel even denken wie ik ga witchen. Ik denk Puck dan. Thanks. Ik heb Puck gewitcht. Perfect. Gewoon... Okay. Wat zijn we nou aan het doen? Ja, rondjes lopen. Dit is echt, ik vind het lastig. De deur werd voor mij dicht. Hey. Oh. Okay. Nou, de monkey comes out of sleep. Het kan zijn dat we goed zaten met Don, maar dit had iedereen kunnen zijn, behalve Rudy. Alleen Rudy heeft zichzelf weer gewoon... Ja, omdat wij met z'n vieren zaten te dansen. En ik dacht, ik wil even checken. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Vieren dansen, slim, met een arsonist en een... En een witch. Ja, maar we wisten niet of de witch nog leefde. Maar dit is wel heftig. Dit is de eerste keer dat we ik heb mijn laatste task net afgemaakt. Dus. Right? Ja. Nee, helemaal aan het begin van de game was Rens gekilled door de witch. Ah, dat kan ik niet uitleggen. Ja, maar fuck! Oké. Okay. Weet jij omdat je nog... jij hebt het gedaan, joh. Jongens, help me even. Het is 1 van jullie 4 van mij. Ja. Ja, tuurlijk. Is tuurlijk, Rudy. Maar ja, ga er eventjes niet vanuit dat ik... ik ben hier... Oké, wacht. Als we nog 2 imposters zouden hebben, dus de Evil Guesser en de witch, dan hadden we nu toch al lang verloren, of niet? Ja, al lang verloren. Ja. Toch? Ja, het hoeft niet, maar kans is aannemelijk. Ja, maar zit ook nog neutral rolls. Maar dan is de Evil Guesser er dus uit. Ja, dat probeer ik te zeggen. Ja, dan moet witch over. De witch er witch is over. Net werden Duncan en Don geswapt. Het kan zijn dat Don de killer was, dat kan. Goh, hoe zou dat nou komen? Ja, door een swap hoor. Ik probeer even rollen hieruit te excluden, weet je wel. Maar ik heb echt nul info op jullie verder. Jullie, ik ga even helemaal transparant met je zijn, hè. Zo doorzichtig als maar kan. Je ziet het niet eens. Ik zat dus op Puck. Maar ja, Puck is blijkbaar gewoon crewmate, want hij is gewitched. Hij kan ook jackal zijn. En toen werd ik gesust door iedereen, dat snapte ik niet helemaal. Dus ik dacht, weet je wat, Don zit mij heel erg verdacht te maken. Laat ik me swappen met hem. Slim, ja. Ja, en nu heb ik Don's video verpest. Nee, maar ik had ook wel sus op Don, maar Don en Ling. En Puck, die speelt een beetje met mijn hartje. Ja, dat doe ik graag. Maar ik heb een kleine theorie. Deur werd net voor mij dichtgedaan, waardoor ik dus stil stond. De eerste die achter mij stond was Joost. Dus
Ik denk dat Joost de enige is die een beetje de kans had op dat moment om mij te witchen. Ja, maar ik heb mezelf nu met Joost geswapt. Ik vind dat wel een beetje weak puck. I mean, het ja, feit... Ja, maar wat moet ik anders? Hij zei een naam. Nee, dat op is, gaan we dan op wat mijn naam stil. Gezegd wow. is? Jeet. Dit is fucking lame. Oké, okay, we gaan het zien. Nee, je bent geswapt, nee, hè? Vaak met witch zijn er een beetje... We gaan mensen het zien. Die vragen of confirmen wat een witch doet, kunnen vaak witch zijn, merk ik. Dit was lame. Gewoon, oh Joost. Oké, okay, we stemmen op Joost. It's fine. Stem op mij, zei Duncan. En dat gebeurde. Wie is... Hij is Jekyll ook gewoon. Puck is Jekyll. Als ik Puck had gekillt, had ik dan gewonnen? Ik weet het eigenlijk niet. Maar clue. Fucking sad. Dit was wel balen. Basically, mijn theorie klopte dus? Ja, hij klopte. Het is Link toch? Of niet dan? Ik ben... Puck of Link is denk ik Jekyll. Link is Arsonist. Denk ik. Oh, Jekyll. er zijn nog twee Neutron Rolls aan leven. Je had kunnen zeggen dat de cooldown niet zou kunnen spellen. Ja, dat wil ik. Oké, mijn theorie. Dat wilde ik dus nog zeggen, Tijgertje. Van, ik had het niet geweest kunnen zijn. We waren de hele tijd samen. Met cooldown kwam dat niet uit. Maar het was letterlijk nog 3 seconden voting time. En iedereen begon te. Of Duncan begon te schreeuwen: stem op mij. Dan is Joost eruit. Stem op mij. Waardoor dat gebeurde. Dat is letterlijk hoe ik dood ben gegaan. Dat is fucking bullshit. Wie de fuck is de swapper dan? Dat weet ik niet. Nou, Duncan. Ik denk dat Duncan de swapper is. Nee, dat weten we niet, Puck. Ik bedenk het. Maar ik denk dat er alleen maar een Jekyll is. Maar Rudy kan het ook zijn. Nee, Jekyll nog. Nee. Maar er is geen evil guesser meer. Dus ik kan gewoon in principe... Ja. Jekyll, wat is er dan nog wel? Er kan nog een Arsonist zijn en Jekyll. Okay. Als er een Jekyll is, dan zou ik eerder Rudy zeggen, omdat Rudy zo af... van ons afgelegen was. Ja, maar elke ronde was ik afgelegen van de kill, hè? Ja. Ja. Elke ronde. Als een Jekyll was, moet toch wel een beetje in de buurt zijn. Maar jij Jekyll even één shank en dan klaar. Ja, maar dan had ik dat al eerder gedaan. Maar ik kreeg echt koppijn hiervan. Ja, ik ook. Ik weet niet of dit nog gaat. Kunnen we nog één safe skipfoto? Ik ben zo benieuwd. Waarom heeft Link niemand... Volgens mij kunnen we nog Arsonisten nu. Safe skip fout doen. Waarschijnlijk met cooldown komt hij niet uit. Ja, ik kan niet meer buttonen, dus mij moet je niet killen. Nee, ik kan ook niet meer buttonen. Ja, fuck it, weet je, prima. Speel maar lekker uit, laat iedereen maar lekker wachten. We kunnen gewoon snipen op... What the fuck? What? Wat? Wie van mij gestemd? What? Link? Niemand stemt op Link. Ja. What the fuck? Ik heb geskipt voor Link's een video. Ik vind het interessant. Link... moet nog volgens mij alleen nog Rudy dousen. Anders loopt hij niet zo achter hem aan. Ik weet niet of dat hem gaat worden. Hij doet heel erg zijn best hier, oh. Oh, lucky bastard. Lucky bastard. De vent induiken. Wat een stink play. Die Rudy, hoe overduidelijk is Link Arsonist? Ja, maar echt. Anders wint crewmate nooit. Die fucking vent induiken, Rudy. Oh. Rudy is sowieso ergens anders er weer uitgaan, Link. Kom op nou. Ik ga gewoon kutten. Ik help Link een beetje. Ik gun Link nu wel de win als arsonist. Ik weet niet waar Rudy is nu. Oh, Rudy komt nu naar boven lopen. Link, douse hem. Link, goed zo, jongen. Goed zo, jongen. Oh, hij heeft niet genoeg tijd. Gaan we nu winnen als... Godverdomme, gaat hij weer die vent in. Oh, wat goed. Maar waar is Rudy heen? Team Jekyll wins. Hey, let's go! Jekyll Lawyers. Waarom? Oh, Rudy, je weet dat je tasks moet doen, hè? Wat een victory! Ja, maar ik zat de hele tijd te engineeren. Ja, jij was de lawyer. Ik wilde het eind dan ook gewoon kunnen voten. En dat heeft gewonnen ook! Oh, wat? Jij was mijn client? Hoe dan? Ja, ik was blijkbaar je client. Ik wist helemaal niet wie mijn client was, to be honest. Rudy! Link, volgt hij mij nog zo? Hij was arsonist! Ik dacht, jij volgt me zo hard. Waarom? Ja, wil je me killen? Duncan is de enige die mij door heeft. Nee, hij was arsonist. Dat was zo duidelijk. Puck, je had zoveel geluk, jongen. Puck, je had zoveel geluk. Ik had heel veel geluk. Daarom deed ik mijn tas niet. Maar het klopte inderdaad. Ik liep inderdaad een beetje freaky achter Duncan aan. Omdat mijn kill mislukte. Trouwens, Puck, die witch van mij, dat was niet bij die deur. Maar ja, dat was een beetje mijn theorie. Maar ik dacht, ik moet iemand... Zeg maar, je had het uiteindelijk wel goed, maar de berekening was verkeerd.